De Gids.fm. Alle partijen lopen zich warm voor de verkiezingen van 2 maart. De belangrijkste in jaren, zegt de Partij van de Arbeid. Dan zijn er namelijk verkiezingen voor de provincie en de leden van de Provinciale Staten die kiezen vervolgens de Eerste Kamer. De coalitie van VVD, CDA en PVV moet een meerderheid behalen in de Eerste Kamer. Anders kan dit kabinet elk moment vallen. Vanuit Gelderland volgen we die verkiezingen. En vandaag de PvdA, die de PVV uitsluit van politieke samenwerking. Bert Molenaar doet verslag. Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partij. Ik ben aangekomen bij Ko Verdaas. Hij is Partij van de Arbeid lijsttrekker voor de Provinciale Staten in Gelderland. Heeft u de PVV-presentatie vorige week gehoord? Nee, heb ik niet gehoord. Ik heb er vooal over gehoord. Bent u geschrokken? Maakt u zich bezorgd? Heeft u een plan? Ik probeer altijd te snappen hoe zo'n partij die mensen uitsluit, ja, toch zoveel kiezers weet te mobiliseren. Wat wil de Partij van de Arbeid met Gelderland de komende jaren? Ik weet dat dit een lastig antwoord is, maar wij hebben een hele grote diverse provincie. Dus op het moment dat ik naar de Achterhoek kijk, waar echt veel minder mensen gaan komen, dan gaat het heel sec van, ja, blijf mijn winkel, blijf mijn bank, blijf mijn school, blijf mijn zorgvoorziening, mijn huisarts, blijft die bij mij om de hoek, of moet ik straks in de auto? En heb ik dan een auto? Ja, dan komt het heel dichtbij. Sommige dorpen, sommige streken lopen leeg, hè? Ja. Dan kun je 2 dingen doen. Dan kun je al die voorzieningen versnipperen. Maar ja, bied je dan de kwaliteit? Of je gaat ervoor zorgen met vervoer op maat dat mensen het nog wel op de plek kunnen komen waar ze zijn moeten. Helder wat u wil. Nou is die PVV voor het eerst hier een partij die meedoet aan die provinciale verkiezingen. Wat is het plan, de tactiek, de strategie om de PVV, ja, de wind uit de zeilen te nemen? Laten we alsjeblieft nu zorgen dat we ons eigen verhaal op orde hebben en dat met overtuiging en een beetje plezier ook uitdragen. Dat is volgens mij de grootste kans dat mensen zeggen, hey, die PvdA die heeft het toch best wel goed voor met deze provincie en ook met mij. Ik zou me kunnen voorstellen als er een nieuwe partij meedoet, een belangrijke concurrent, ook voor de Partij van de Arbeid. En ik geloof in de politiek waarbij je je eigen boodschap continu voor het voetlicht brengt en ook tegen mensen durft te zeggen, ja, waar bent u nou eigenlijk precies ontevreden over? Er zijn maar weinig landen in de wereld waar we het zo goed hebben als hier. Dus ik probeer uw opgewondenheid, uw boosheid wel te snappen. Maar ik ga mensen niet naar de mond praten in de hoop dat ze dan bij de PvdA uit gaan komen. Daar pas ik voor. Ik heb een enquête op straat gehouden, een onderzoek. De uitspraak is, citaat, en we weten allemaal dat die flink kunnen fokken. Iedereen dacht op straat, dit is een uitspraak van de PVV. Niemand dacht, het is de Partij van de Arbeid. Ja. Kunt u zich het voorstellen? Daarom is Rob ook opgestapt als lijsttrekker. Dit moeten we afdoen als een moment van tijdelijke gekte. Dit vindt hij niet serieus. Dit is ook niet deels een Partij van de Arbeid standpunt. Dit is absoluut geen Partij van de Arbeid standpunt. Volgens zijn woorden was het inderdaad een totale blackout. Het had nooit mogen gebeuren. Ik wil u even een stukje laten horen uit onze uitzending van vorige week. Marjolein Faber, lijsttrekker PVV Gelderland. In Arnhem staat een grote vleespot, genaamd Nuon. De provincie heeft het deel van de buit verkocht. Op het provinciehuis is het dolle pret. Men rolt over elkaar heen van plezier, likkebarend, kijkend naar die 4 miljard. Het geld brandt in de zakken. Aan wie de eer voor het grote volvreten? Alle linkse hobby's willen zich laven. De laaf multicul, de laaf klimaatkul. Ondertussen werken Henk en Ingrid zich uit de naad. Zij torsen een zware last met zich mee. Zij hebben ieder een uitvreter op de schouder zitten. Hoe lang kunnen zij deze last nog dragen? Vraagt men zich af hoe de starter zich voelt die geen asiel heeft aangevraagd en geen betaalbare woning kan krijgen. De linkse elite kent deze problemen niet eens. Men kijkt weg. Men moffelt alles weg met elitair gezwam. Het links elitair gezwam. En wat nog erger is, zij zien niet het verschrikkelijke gevaar van de islam, wat geen ruimte biedt voor andersdenkenden. Die linkse regentenlucht, die gaat eruit. Hoe gaat u samenwerken met deze partij? Ze is woedend op de linkse elite. U behoort daartoe. Ziet u samenwerking in het verschiet, politiek? Nee, ik sluit dat uit. Je disqualificeert een hele groep mensen op grond van hun geloof. Dat zijn zulke basale principes waar je van weg hoort te blijven in een democratische rechtsstaat. Ja, daar wil ik niet mee in 1 college zitten, onder geen enkele voorwaarde. Dat geldt in Noord-Holland, dat geldt landelijk, dat geldt nu ook in Gelderland. Durft u te zeggen dat het ook geldt voor de andere 10 provinciën? Ja,
Kijk, dat is niet omdat er een centrale oekase is, hè, van u mag dat niet. Wij zijn gelukkig wel een democratische partij. We spreken elkaar natuurlijk wel eens. En ik heb nog niemand daar enige twijfel over horen laten bestaan. Dus ik ga ervan uit dat dat in geen provincie feitelijk is in alle provincies samenwerking met deze partijen voor de Partij van de Arbeid uitgesloten. Ja. Landelijk niet, provinciaal niet. Landelijk niet en provinciaal niet. En gemeentelijk ook niet. Zegt Kovendaas, lijsttrekker voor de PvdA in Gelderland. De Partij van de Arbeid sluit de PVV dus uit van elke vorm van politieke samenwerking in alle provincies. Dit is de gids.fm. Met Felix Murders.